Ik ben Bart, ik speel drums bij Pijterpans Pietro. Ik ben ook Bart of Bartman, bassist bij Pijterpans Pietro. Ik ga voor B. Ik ga voor C. Heb jij het goed? Ja. Ik ga minder dan 3000. Ik ga voor C. Dat was goed. Ik ga voor 80.000. Ik ga ook voor 80.000. Nou, dat is goed. 79.000 is zo veel. Het staat er toch dichtbij. Nee. Het zou toch wel mooi zijn als ik aan dadelijk win. Ik zou het veel mooier vinden als ik dadelijk win. Oké, oké. Jawel. Nee, ik kijk helemaal niet de laatste tijd. Ik weet niet wat het is, maar... Eerst wel. Ja, eerst wel. Nou ja, belangrijk. Ik moet wel zeggen dat ik, als ik om 12 uur naar het nieuws kijk, dan krijg ik zeg maar rond een uur of 4 de drang om weer naar het nieuws te gaan kijken, omdat er misschien al iets veranderd is. Dus. Op de vorige plaat wel. En vooral al dat gelazer met religies en zo, daar heb ik toen nog wel tegenaan lopen schoppen. Maar... toen kregen we zeg maar de ChristenUnie in de regering, dus ik dacht deze keer van laat ik mijn mond maar houden. Waarom? Ja, omdat de vorige keer heeft het niet echt geholpen, zeg maar. Oh ja, ik heb nogal een bloedhekel aan religie. Of nou niet aan religie, maar aan mensen die mij komen vertellen hoe ik zeg maar dit of dat moet doen. En daar heb ik een nummer over geschreven. De vorige keer heb ik lopen schreeuwen en toen ging het alleen maar nog slechter. Dus ik dacht, deze keer laten we maar weer gewoon over bier en vrouwen en auto's doen. Ik heb een B. Ik zet een joker in. Nee, ik weet het echt niet. Ik gok A. Het was C, Magic. Nee, niet bewust. En ik moet ook bekennen dat ik een tijdje terug ergens op een feestje zat en daar stond een cd van me op. En dat met allemaal een beetje country-achtige nummers. En toen zat ik de hele tijd van, hey, fuck. Hey. Dus misschien moet ik me toch eens in gaan verdiepen. Ik denk wel 100.000. Ja, ik ga voor D. De B, 60.000. Oké. Okay. Ja, om zeg maar Polen helemaal te weren, het woonwijk vind ik nergens op slaan. Maar ik heb wel een tijdje terug een programma gezien over wijken waar ze zeg maar zoveel bij elkaar zitten. Dat het echt gewoon een toffe ellende is met de mensen die er verder ook gewoon. Dus als ze daar nou een beetje een gezellig spreidingsbeleid op loslaten. Dan... Ik heb echt geen flauw idee. Ik gok A. Dan ga ik voor C. Of D, mannen. Ja, ik vind het wel grappig als er rellen op televisie zijn of zo, maar voor de rest. Nee, nou, lig ik er niet echt wakker van. Ik denk 9. Ik denk 16. Ik denk 21. We zijn al op. Nou. Nou, we zouden er wel bij passen, denk ik. Want wij spelen namelijk nogal hard. En ik heb van mensen die zeg maar wel eens ooit bij zo'n uitreiking zijn geweest gehoord. Dat al die kids en vooral die meisjes vooraan, die gillen zo hard. Dat je zeg maar je versterks echt op 120 dB moet zetten om er overheen te komen. Dus wat dat betreft zouden wij daar wel Dat is heel erg hard. De motorrad speelt op 110. Okay. Deze 110, 115, dat is echt heel, ja, heel erg hard. En die kisten die gillen zo hard dat het op 120 moet. Gijs Wanders. Ik ga vanuit dat jij het hebt gevoerd. Is goed? Dus ik ga ook van C, ja.
Ik zeg Mika. Dan ga ik voor C. 50 Cent. Ja. Dus Mika. Ik ken heel het nummer niet, maar ik zat vanmiddag op iTunes en toen zag ik een plaatje voorbij komen. Mika. Dus daarom wist ik het. D. Nou, dat zal eigenlijk ook zijn, ja. D. Dat is 38. Ja, echt waar? Ja. Oké. Okay. Gefeliciteerd. Hey, dankjewel. Dat is logisch. Hey. Het leeft toch mooi?